zes al kantoor, ik wil het zelf bedenken. Ik kom eraan lopen, heel toevallig, want we gaan hier naar binnen. Waar ga je op letten? Ben ik al in beeld? Ja. Oké, visie. Ik kan het nog wel delen. Moeten. Dat is het, visie. Op alles. Op ondernemerschap, beleid, commerciële kansen en alles wat eromheen hangt. Daar echt mensen blij mee te maken en een glimlach op hun gezicht erover. Vervolgens eigenlijk toen ik weer wat mocht, ik thuis gekookt. En dan kom je natuurlijk in iemands huiskamer en dan mag je dan als gast tegen aan de slag. Ja, dat is hetgene wat ik het liefst doe. Gasten blij maken. Het op dit moment zwaar heeft. De marges zijn niet zoals een aantal jaar geleden. Alles is super duur. De prijzen kunnen niet altijd meer evenveel verhoogd worden. En ik vraag me altijd af, hoe ga jij als F&B professional of als F&B manager daarmee om? Hoe zorg jij dat de problemen die er nu spelen, op het gebied van marges, maar ook op het gebied van personeelstekort, ja, heb jij daar een oplossing voor? Wat doe jij om dat te verbeteren? Hampshire, wat daarna Eden werd, Van der Valk, bij Lieke gewerkt, die natuurlijk ook twee keer bij Lieke gewerkt. En nu in huis Bergen. Zij hebben gewoon een selectieve doelgroep. We hebben een heel groot aandeel in zakelijk, dus we doen heel veel mais. We hebben 17 vergaderzalen. We doen echt heel veel bruiloften. Zo, ja, vorig jaar heb ik er 80 gehad of zo. We hebben altijd een leuk feest met richting de zomerperiode. Dus we zijn echt wel actief bezig met teambuilding. Dat horeca F&B is natuurlijk een prachtig vak en daar kan je helemaal in wegdromen en je kan van alles verzinnen en van alles neerzetten, maar dat kost ook geld. Dus wat ik belangrijk vind is dat je niet alleen maar droomt, maar ook doet en dat ook doorrekent en ook kijkt, kan het financieel uit? Maken we winst? Wanneer gaan we winst maken? Wat koop ik in? Wat koop ik niet in? Welk personeel zet ik in? Wat kost dat? Dus dat financiële plaatje is nou minstens net zo belangrijk als de grote droom. Acht tafels, 27 gasten. Dit is, was het gebeurd vanavond? Zo mooi. Annoncé heet dat. Zullen we ook altijd de positie bepalen?
Of diegene überhaupt een titel wil of niet. Wil je naar die titel toe groeien? Denk je dat je die titel al bezit? En wat heb jij nodig om uiteindelijk dat doel te bereiken? En zo is iemand die heeft aangegeven van ik wil heel veel wedstrijden meedoen. Nou, prima, dan melden we je aan. Welke wedstrijden zijn er? En welke passen hier? Heel goed. Dan gaan we daar naar kijken. Iemand wil de leermeester doen, omdat hij zo meer leidinggevende vaardigheden wil krijgen. Ja, prima, we hebben aangemeld. Hoe was het dit jaar? Nou, wat opviel is dat het eigenlijk alle drie kandidaten waren die al heel goed hun toekomst voor ogen hebben. Waar willen ze naartoe? Waar willen ze over 2 jaar staan? Ze hebben allemaal een heel doordacht plan voor de komende jaren. Allemaal één voor één oprechte ambassadeurs voor het vak. Niet dat het andere jaren niet zo was, maar dat viel vandaag wel echt op. Dat alle drie super gepassioneerd, maar ook heel gedreven en doordacht. En echt ondernemers, allemaal op hun eigen manier. Dat was heel mooi om te zien vandaag. Er was een behoorlijke roadmap voor nodig om hier te komen. Ja, het was via Deventer, Vught, Sint-Oedenrode, roadmap, map. Map is het thema, schreven we dingen in op. We hadden een menumap. We hadden een mindmap. Ja, en die mindmap hier, zometeen, staat de winnaar op. Maar ja, deze mindmap is leeg. Ons mind zit vol en wij moeten nu gaan zitten met de jury om te denken. Deze moet vol.